Hoi allemaal, leuk jullie weer te zien. Ik ga het even over een aantal mascara's hebben. Drie van dezelfde merk. Twee van een ander merk. Ja. Deze is van Douglas. Die zit altijd in de adventkalenders. En het is de Expectation Eyes. Dat is een hele mooie. Ja, je kan het haast niet zien. Zilver met zwart. En je hebt zo'n borstel. Best wel een goede borstel. Even wachten. Even wat doen. Misschien helpt dat. Zo. Ik heb even wat meer licht. Dus deze mascara van Douglas. Ik moet mezelf even scherp stellen. Zo. Vind ik best een hele fijne. Maar hij is niet goedkoop, maar ook niet duur. Dan heb ik deze van Kruidvat geprobeerd. En deze is waterproof. Nou, Smoky Eye Mineral Mascara. Nou, dat is zo'n borsteltje. Dat loopt een beetje mieuw. Maar dat geeft meer spinnenpoten dan het moet doen. En ik moet zeggen, het geeft niet echt smoky. Eigenlijk meer spinnenpoten. En ik mis, zoals je hoort, hij geeft gewoon te veel en hij is te nattig om te gebruiken. Dus ik heb het 2 dagen gebruikt en ik was er klaar mee. En dan heb ik deze, die Lash Princess Sculpt Volume Mascara. Het is zo'n borsteltje. Die loopt een beetje zo. En dan de onderkant is zo. En ik moet wel eerlijk zeggen, nee, deze doet ook niet echt. Geeft gewoon te veel mascara. En ook niet lekker. Deze, dan kan je wel zien aan het borsteltje. Ik vind hem ook niet echt prettig. Maar wat voor mij niet prettig werkt, werkt voor een ander wel prettig. Ik moet er even wel bij zeggen. Hij doet wel wat hij moet. Dat is wel. Maar voor mij doet hij maar het nog iets strakker. En het is best wel een dikke borstel. Dus ja. Het scheidt ook niet mijn wimpers. En het komt ook niet goed uit. Ook allemaal spinnenpoten. Dacht ik van nou, dan ga ik de blauwe proberen, waterproof. Omdat ik meestal altijd op de fiets naar mijn werk ga. En ook op mijn fiets weer terug. Maar ook die, nee, is niet het borsteltje als wat het is. En je krijgt hem er echt bijna niet af. Dus waterproof is waterproof. Dat wel. Maar het geeft gewoon te veel mascara nog. Hoor. Dus. En heb ik degene in gebruik. Deze. Ook van de Lash Princess Volume Mascara. Die gaat wel goed. Maar is ook een heel ander borsteltje. En dat gaat wel lekker, geloof ik. Het schijnt wel met pimpers, want ik heb hem wel gebruikt. Ik hoop dat je een beetje kan zien. En hij zit er nog op, dus ja.
Dit is tot nu toe nog een hele goede. Dan heb ik er nog een paar hoor. Nog drie. Op voorraad. Deze is van Essence Sensitive Wow Volume Mascara. Die kan je met warm water wassen. Dus die ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar nog. En dan heb ik hier nog de lijstje. False Lashes Effect Mascara van de Princess. En ik heb nog van de HEMA Volume Waterproof Mascara in het bruin. Ik ben wel heel benieuwd. Is dat in ieder geval? Ja. Ik zal even gelijk laten zien wat ik meestal gebruik. Dit is laadje 1. Ik gebruik meestal altijd deze bronzer. Ja, die is van B7. De Hollywood Bronze and Glow. En ik pas laatst bij Big Bazaar deze gekocht van Bronx. Is ook wel lekker om af en toe om af te wisselen. Deze gebruik ik wel eens om mijn ooglid te zetten. Dit is nog steeds het oude Catrice wenkbrauwpaletje. Die is trouwens niet meer te krijgen, dus ik heb er al een aantal op voorraad. Dan heb ik de Mineral Foundation Poeder. Even gewoon heel snel een kleurtje wil hebben. Dit is gewoon wit van Manhattan. En die wissel ik dus af. Deze met, of deze. Om mijn oogschaduw te zetten. Dit is een oogschaduwbasis die bijna aardig op is. Deze doe ik met een kwastje. Dit is de nieuwe blush van Catrice. Dat vind ik wel heel erg mooi. En dan heb ik er nog een van Catrice. En dat is de Cheek Lover Oil Infused Blush. Ik geef ook gelijk een mooie glow. Zoals je kunt zien. Dat is die. Gaan we naar het volgende laadje. Ja, ja. Deze heb ik nog niet gebruikt, maar die is wel nieuw. Die is van Catrice. Kun je zien dat die nieuw is, want ik heb hem nog niet eens open gemaakt. Dus kun je nagaan. Die heb ik toen in DM gekocht in Duitsland. Oeps. Deze. Dat is wel een hele mooie kleur hoor. Ik vind het wel heel mooi. Dus deze. En dan heb ik Mulan van Disney. Die gebruik ik best wel heel vaak. En dan heb ik ook Rapunzel oogschaduw. Die gebruik ik ook best wel heel vaak. Deze Quartz van Max & More. Die zijn echt helemaal perfect. Ik heb niks op aan te merken. Ook dat is heel snel, heel makkelijk in gebruik. Ook makkelijk mee te nemen op vakantie. Deze van Essence. Paars. Deze is met groen. Is ook heel erg mooi. Ruikt ook lekker, moet ik zeggen.
Deze nog niet gebruikt, maar is wel heel erg mooi. Die ik nu in gebruikt heb. Dat is de Too Faced The Return of the Sexy. Die heb ik al heel lang, maar ik dacht, ach, laat ik hem nou toch eens gebruiken. Hij geeft nog pigment af, dus hij is nog goed. Dat was het zo'n beetje. Ja, dat is een beetje de make-up die ik nu de laatste tijd gebruik. En soms is het gewoon alleen een mascaraatje, een oogpotloodje en that's it. En verder is ook niet. Dus zou je ervan zeggen, doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje. Dan blijf je altijd op de hoogte. En altijd op de dinsdag en de donderdag komen de filmpjes. En soms komen er iets meer dan normaal. Zoals in december met die adventkalenders. Dit filmpje volgend jaar, dus dan heb je ze al gezien. Dus oké, okay, dus ik zou zeggen, dikke zoen van mij